Welkom bij deze aflevering van de Academie voor de Rechtspraktijk. We gaan het in deze aflevering hebben over een recente ontslagopstaande voetzaak, waarbij het maar weer eens goed duidelijk is geworden dat een ontslagopstaande voet als een ultimum remedium geldt. Oftewel, het moet als een laatste redmiddel door de werkgever worden uh, gebezigd. En als er minder zware alternatieven voorhanden zijn, dan moet de werkgever die eerst inzetten. En in de praktijk zien we dit ook vaak fout gaan. En als werkgever dien je dan ook de nodige voorzichtigheid te betrachten in een dergelijk geval. Ik zal nu allereerst de feiten behandelen en daarnaast zal ik jullie meenemen naar het oordeel van de rechter en ik hoop jullie ook nog wat gezichtspunten mee te geven voor in de praktijk. Waar begint het hier? De werkgever stuurt op 17 september 2021 twee WhatsApp berichten naar de werknemer en de moeder van de werknemer. Met het, met het verzoek of de werknemer zich kan melden nadat hij met de huisarts heeft gesproken. En met het verzoek aan de uh, moeder van de werknemer of het dokterattest, evenals een bewijs van doorverwijzing naar de psycholoog, kan worden toegezonden. En we zien hier, kennelijk vertrouwt de werkgever deze gang van zaken niet helemaal. De moeder van de werknemer stuurt echter nog diezelfde dag een brief van GGZ Ingeest, acuut behandelteam, aan de werkgever. En in die brief staat dat de werknemer momenteel onder behandeling is bij de spoedeisende psychiatrie Amsterdam-Amsteland. De werkgever heeft hier echter geen boodschap aan en op 1 oktober 2021 volgt een ontslag op staande voetbrief. En samengevat weergegeven gaat het enerzijds op ongeoorloofde afwezigheid sinds 16 september van de werknemer, en anderzijds vanwege een tweetal officiële waarschuwingen, vanwege onacceptabel gedrag. En schending van de gedragscode. Het lijkt er dan ook op dat de afwezigheid van de werknemer sinds 16 september eigenlijk de druppel is die de emmer doet overlopen. De werknemer laat het hier echter niet bij zitten. En hij verzoekt, kort gezegd, vernietiging van het op 1 oktober 2021 gegeven ontslag op staande voet. En te bepalen dat de arbeidsovereenkomst herleeft onder de oude omstandigheden. En daarbij verzoekt hij ook nog. Om een wettelijke verhoging van 50%. En die kan worden verzocht in geval van achterstallig loon. Het hoofdargument van de werknemer komt neer op het volgende: Hij heeft zich wel op 16 september 2021 uh, ziek gemeld. En indien de werkgever dat betwist, is het aan hem om een bedrijfsarts in te schakelen en om te beoordelen of hij al dan niet ziek is. De werkgever is op zijn beurt van mening dat er wel degelijk sprake is van een dringende reden. En hij komt met een opsomming. Zo zou de werknemer drugs hebben gebruikt tijdens het dienstverband en is hij veelvuldig te laat gekomen terwijl het dienstverband pas kort duurde. Daarnaast heeft hij zich rondstreeks 16 of 17 september niet ziek gemeld. En deze handelswijze van de werknemer is dan ook van dienaard aard dat de werkgever wel degelijk een dringende reden had om over te gaan tot ontslagbestaande voet. De rechter moet zich buigen over de vraag of het ontslag op staande voet rechts geldig is gegeven. En daarbij overweegt hij allereerst dat een ontslag op staande voet als een uiterste redmiddel geldt. Het zogeheten Ultimum Remedium, waarbij ik in de inleiding al op inging. De kantonrechter stelt voorop dat een ontslag op staande voet een uiterst middel eh, dient te zijn en dat een werkgever daar met terughoudendheid gebruik van dient te maken. Het is dus echt een Ultimum Remedium. En voor die terughoudende toepassing is des te meer reden in een situatie als hier aan de orde dat de werknemer niet op het werk verschijnt. En dan met name omdat de wet voorziet in een reeds andere mogelijke sanctie, namelijk het verlies van recht op loonbetaling. En deze sanctie is voldoende afschrikwekkend om te waarborgen dat de werknemer weer op het werk zal verschijnen. Je hebt immers geen loon. En verdergaande sancties zijn in een dergelijk geval dan ook niet nodig. En door de mogelijkheid tot inhouding van het loon is er in zo'n geval geen uh, dringende reden voor de werkgever om tot ontslag op staande voet over te gaan. En dat de werknemer zich wellicht niet op de juiste wijze had ziek gemeld, doet daar niet aan af. Want uit het WhatsApp-verkeer kan namelijk onomstotelijk worden vastgesteld dat er in ieder geval medisch iets aan de hand was met de werknemer. En of het terecht is of de werknemer niet verschenen is op het werk of wel. Dat is niet aan de werkgever, dat is uiteindelijk aan de bedrijfsarts en die had hij moeten inschakelen. En doordat hij dit heeft nagelaten, kan niet worden vastgesteld of de werknemer ongeoorloofd afwezig is. Kortom, op grond van het voorgaande is de kantonrechter van oordeel dat de gronden waarop het ontslag op staande voet is gestoeld onvoldoende zijn gebleken en dat het ontslag opstaande voet dan ook onterecht is gegeven. En dat wordt dan ook vernietigd. En deze vernietiging heeft verregaande gevolgen. Want dit betekent dat het loon vanaf september 2021 tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd niet te worden uitbetaald. De vernietiging betekent dat de werkgever het loon vanaf september 2021 tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst niet uit te betalen. Het gaat hier namelijk om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. En daarnaast zal de terugkeer van de werknemer op de werkvloer moeten geschieden via reintegratie, want de werknemer is op dit moment immers arbeidsongeschikt. En hiervoor is het inschakelen van een bedrijfsarts noodzakelijk. En dit zal dan ook moeten gebeuren. Daarnaast wordt ook de wettelijke verhoging en de wettelijke rente toegewezen. De werkgever verweert zich nog met de stelling dat het financieel erg slecht gaat met de onderneming, maar doet dat zonder de nodige bewijzen. En zodoende wordt de wettelijke verhoging ook toegewezen van 50%. Oftewel een hele dure les voor de werkgever. En dan nog even een les voor in de praktijk. Want hier wordt toch wel weer bevestigd dat een ontslag op staande voet... niet de juiste sanctie is bij het niet meewerken aan reintegratie bij ziekte. Het is in zo'n geval veel beter om eerst een loonsanctie op te leggen. En indien na afloop dit geen effect heeft... Dan kan altijd nog een ontbindingsverzoek worden ingesteld. En indien de mogelijkheid zich voordoet, is het soms ook goed om tot een vastenisovereenkomst te komen. Want daarmee voorkom je een eventuele weg naar de rechter. En zoals jullie allemaal weten, is dat erg kostbaar en is het fijn om dat te voorkomen. Ik dank jullie voor de aandacht.